Ik ben Bilal Basacıkoğlu, ik ben 26 jaar. Ik heb in Nederland gevoetbald, bij Heerenveen en bij Feyenoord. Daarna ben ik naar het buitenland geweest, in Turkije. En ik ben nu weer terug in Nederland. Ik woon in Assen-Delft. Ik heb 3 broertjes. Ik heb een Turkse Marokkaanse afkomst. Eigenlijk kort samengevat is dat het. Ik ben een buitenspeler die zowel links als rechts op de flanken kan spelen. Ik denk toch wat vaker de assist geeft dan doelpunten maakt. Maar ook wel zijn doelpunten meepakt. Ik ben snel, technisch. En ja, dat is het eigenlijk. De Eredivisie qua, het is wel echt een voetballende competitie. En je merkt als je naar het buitenland gaat, in Turkije was, is het toch wat anders. Is het wat meer fysiek. Ik kan dat natuurlijk, je leert natuurlijk dingen in het buitenland. En dat kan ik wel mooi meenemen naar de Eredivisie. En natuurlijk heb ik het gewoon ook wel gemist. Dus ja. Ja, ik heb een Zoom call gehad met de bestuur en met de trainer en de directie. En ja, het was eigenlijk allemaal goed. En ik had een goed gevoel bij. En zeker om terug te komen naar Nederland ook. En ik ken Heracles natuurlijk in de jaren daarvoor. Ik heb natuurlijk vaak tegen Heracles ook gespeeld. En ik weet dat het een hele warme club is met mooie supporters. En eigenlijk vandaar deze keus. Nou, ik weet gewoon, als ik mijn oude niveau haal, dan kan ik heel veel betekenen voor Heracles. En natuurlijk wil ik ook vanuit hier weer een volgende stap maken. En het is eigenlijk voor beide partijen een win-win situatie. Ik ga eerst op vakantie. ik ben sowieso 1,5 jaar niet in Nederland geweest. Dus ik blijf wel even in Nederland. Mijn ouders, familie, vrienden. En daarna ga ik er wel even tussenuit. En dan, ik heb al een loopbandje meegekregen, dus ik moet wel aan de bak. Dus, maar dat hoort erbij. En dan, ja, weer aan de bak. En hopelijk een mooi jaar maken volgend jaar.